de Tour gewonnen. Dat was in 1980. Hij werd 6 keer tweede en hij won in totaal 10 keer een etappe. Alleen in 1974 ontbrak Joop na een zware valpartij. Maar alle keren dat hij er wel bij was, heeft hij de Tour de France ook helemaal uitgereden. Een echte doorzetter die de laatste jaren steeds heeft geroepen dat hij ermee zou stoppen. Maar ook dit jaar is hij er weer bij. Transactua volgde Zoetemelk de eerste paar dagen van zijn 16e Tour de France. C'est un champion d'exception que nous avons ici. Il a disputé plusieurs fois le Tour de France. 15 reprises, il est monté 7 fois sur le podium, une fois sur la plus haute marche, 6 fois sur la seconde, le champion du monde, Joop Zoetemelk. Voilà, Zoetemelk. Ik had niet voorzien dat ik wereldkampioen zou worden. Dat je me 15 keer gereden hebt en je bent wereldkampioen. Nou ja, ik rij goed. Dus dan rij ik hem nog een 16e keer. Wordt hij altijd zo verzorgd? Oh, nee. We moeten alleen kijken dat alles klaar staat natuurlijk. Je krijgt een speciale behandeling. Nee, nee. Waarom? Hij is de eerste, dus dan krijg je meestal de beste behandeling. Hè? Morgen. Volgens mij mocht hij ophouden. Ja. Vind je het niet? Vind je het niet mooi genoeg? Ja? Maar ja, het is zijn sport, zijn werk, niet mijn. Ik wel nog steeds naar hem kijken. Tuurlijk, tuurlijk. Tuurlijk. Dan zou ik het niet doen. Ik heb er altijd achter gestaan. Daar sta ik nog. Gaat niet op. Maar er komt toch een tijd gekomen om te gaan. Een bandetje hier ook. Is niet normaal, hè? Maar ja, we komen er wel uit, hè. We komen er wel uit. Hey, Jep. Ça va? C'est moi qui amène le champagne, hein? Convention. Si tu viens pas, c'est toi qui le paye. Si tu viens, c'est moi qui le paye. C'est moi qui amène la bouteille, hein? C'est pareil, hein? C'est pareil. Ik heb er altijd heel veel plezier in gehad. En ja, ik heb altijd gezegd, zolang ik het vol kan houden, dan doe ik het. Zolang ik aan de top blijf staan, dan sta ik toch nog aan de top. Dus ik doe het met plezier. Joop, een beetje ongeregeld hier, hè? Ja, dat is altijd zo in het begin van de Tour, hè? Ja, is dat altijd zo'n chaos? Ja, hier dat alles een beetje goed draait. Het duurt nog een paar dagen. Ik verwacht natuurlijk dat ik maar een keertje laat zien een of andere dag. Ik hoop een etappe te winnen, maar ja, ik weet dat het heel moeilijk is. En als het goed uitkomt en ik ken een plaats mee, pak ik een klassement, probeer ik het ook nog. Dus ik gok eigenlijk op 2 paarden. Gevallen en het is allemaal goed verlopen, het is goed gegaan. Moe? Ja, moe. Ik ben vanmiddag wel weer rijden hoor. Hoeveel ze was je nou? Dat weet ik niet rond. In de eerste derde van het peloton, ja, 40ste, 50ste, ik weet het niet hoor. Zijn wij jou? Zijn gezichten wat afkruisen? Mantuk. Mantuk, uw trui nog niet aan doen? In deze straat links. Ik ga mee dat we zo uitgereden worden. Ja, dat is een lange dag natuurlijk, maar ja, dat is altijd zo. In het begin van de Tour, je komt van huis af en nou is de start natuurlijk in Parijs. Dat is al, ja,
hele romslomp. Die stad veel mensen natuurlijk en veel rommel. Noem maar op, gingen ze met die polo. Je kan moeilijk inrijden. En dan die tweede dag met 2,5 etappes morgens rit en eindes middags een ploegentijdrit. Ja, veel verplaatsingen, dus je bent de hele dag bezig. Niet verlegen worden nu hoor. Ik ben altijd verlegen. Pak hem in de moon, joh. Laat het snel kijken. Zeg, en je wacht op tot 30 kilometer. Op iedereen wachten die plat rijdt. En op Joop altijd wachten, tot op laatst, als hij plat rijdt. Maar na 30 kilometer, als er iemand van, naast Joop plat rijdt, dan kun je doorrijden. Ja, rij maar. Op het klassement is er maar één die de ronde kan winnen. Dus ik dacht dat Ravie Claire op het ogenblik de beste ploeg is en de meeste kandidaten in zijn ploeg heeft. Daarbij heb je Fignon. Je hebt Miller en Sonic ploegen, noem maar op. Dus bij ons is het gewoon niet mogelijk. Ik weet niet, zijn er een paar gelost, weet je wel, pech gelost zijn of door de, in die klimmetjes, hè. Maar die gaat niet weg, ik heb hier. Ja, je wordt hier natuurlijk, je hebt groot. Ja, dat is niet. Vind je het jou? Nee, dat is echt wel de laatste. Ik zou dit jaar al niet meer rijden natuurlijk. Maar ja, ik zou had ik niet voorzien dat ik wereldkampioen zou worden. Vandaar ook de reden dat ik hem nog rijd, ja. Betekent dat ook dat u gaat stoppen dan met wielrennen? Nou, dat weet ik niet. Het is best mogelijk dat ik nog een jaartje rijd, dat weet ik niet, maar een Tour de France zeker niet meer. Wat stelt uw leven voor zonder wielrennen? Dat weet ik niet. Ik ken het leven nog niet, maar daar heb ik ook wel aan gewend, denk ik. Madame Zuttemelk, votre mari, est-ce qu'il aime mieux le vélo ou vous? Je sais pas, je commence à me le demander, hein, parce qu'à 40 ans, je peux pas savoir si lequel des deux il préfère. Enfin, je le récupère l'hiver quand même, hein. L'été, il fait du vélo et l'hiver, il est à moi. Alors, je crois qu'il aime y aller deux. Il dit qu'il va s'arrêter certainement le Tour de France l'année prochaine. Vous croyez ça? Oui, avec lui, on ne sait jamais. Hein. Il avait dit ça l'année dernière. Maintenant, je ne sais pas. On verra bien. Hein. On va attendre encore une année. Hein. Ça va toch wel heel moeilijk zijn om die fiets te vergeten, niet? Oh, ik zou niet weten waarom. Ik heb het altijd met plezier gedaan, maar er komt toch een tijd dat je er afscheid van moet nemen. En ik dacht toch, als ik het volgend jaar of over 2 jaar afscheid neemt, dat ik het met plezier doe. Dat ik met plezier terugkijk, dat ik nog wel een stukje met de fiets ga rijden, maar dan gewoon alleen in de natuur.